Door de lage waterstand van onder meer de IJssel zijn er problemen met het leveren van benzine. Als gevolg zijn de benzineprijzen enorm gestegen in zowel Nederland als onze buurlanden. De huidige benzineprijs in Nederland volgens de ANWB ligt op 1,66 euro en die in Duitsland op 1,47 euro. Op een tank van een gemiddelde personenauto zou het voordeel van tanken in Duitsland 4,65 euro zijn. In september dit jaar was het voordeel nog 24,50 euro. Heeft het voor Arnhemmers nog wel zin om de grens over te gaan om te tanken?